VVD'ers Helma Lodders en Jan Huytema waren vrijdagmorgen te gast bij loonwerker Thijssen in Nieuwehoornen om kennis te nemen van een aantal innovatieve ontwikkelingen. Een tiental loonbedrijven was met machines aanwezig om de struikelblokken in de innovatieve land- en tuinbouw duidelijk te maken. Het is heel goed dat de loonwerkers deze bijeenkomst georganiseerd hebben om de politiek zowel nationaal als Europees mee te nemen in de ontwikkelingen. Ze vinden mij direct aan hun zijde als het gaat om regelgeving die hun beperkt. Als het gaat om de subsidiepotjes, nou, daar hebben we zo denk ik nog wel een discussie met elkaar over. Ja. Subsidie kan nooit een doel op zich zijn. Tegelijkertijd, als je innovatie wil aanjagen, dan hebben we daar een heel aantal potjes beschikbaar voor. Het doel is om als aanjaagfunctie om die ontwikkelingen vorm te geven. Die mogelijkheden zijn er. Niet altijd via het gemeenschappelijk landbouwbeleid, maar zeker ook bij het ministerie van EZ. En laat maar weer zien hoe toonaangevend de Nederlandse landbouw in Europa, maar ook in de rest van de wereld is. Ik vind echt dat ze daar veel meer waardering voor verdienen. In bijvoorbeeld wet en regelgeving, dat er veel meer mogelijk moet gaan zijn om zulke innovaties die op de plank al liggen, en dat bewijst dit, dat we die ook toe kunnen passen. Als het gaat om regelgeving moet je zowel nationaal als in Brussel zijn. Als we kijken naar de landbouw, dan staan we voor een enorme opgave. De wereldbevolking groeit van 7 naar 9 miljard mensen. Dat gaat ook sneller dan dat we gedacht hebben. Daar hebben we recent ook wat publicaties over kunnen lezen. Dus wij moeten wereldwijd, om de wereldbevolking te groeien, meer voedsel produceren. En dat betekent met de landbouwgrond die steeds schaarser wordt over de hele wereld, dat we dus met minder grond meer moeten produceren. En daar is die precisielandbouw een hele belangrijke schakel in. Dus wij moeten als Nederland, als innovatief land, als tweede voedselexporteur van de wereld voorop lopen. Dus dat betekent dat wij hier zelf ook als nationaal parlement over moeten nadenken. En we hadden het hier eigenlijk vooral over de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. Ik denk dat we daar een hele andere benadering voor moeten gaan vinden. Dat we los moeten komen van die gebruiksnormen. Maar moeten gaan uitgaan van wat is je milieu-impact? Wat is het doel, hè, de 50 milligram stikstof in het grondwater? En geef alsjeblieft de sector dan de ruimte om te zorgen dat je binnen dat doel blijft. Maar toch vrij mag bemesten en mag produceren. En dat we met precies bemesting, met juist minder middelen, meer kunnen gaan produceren. Maar ik denk echt dat het heel duidelijk is dat we er als de sodemieter mee bezig moeten en aan kunnen tonen dat we een goed systeem hebben waar je op bedrijfsspecifiek niveau wordt afgestraft of beloond wat jouw milieu-impact is. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is en ik denk dat de technieken die er hier gezien worden, dat we daar heel ver mee kunnen komen. En dat is ook een taak inderdaad voor een Helma Lodders om dan in de Tweede Kamer ervan overtuigen dat we een nieuw vorm van minisysteem, kringloopwijze, wat dan ook, kunnen gaan gebruiken die rondkomt, die niet fraudegevoelig is, die klopt.